Ja, omdat hij van ons houdt, omdat hij voor me zorgt, omdat hij me kent, omdat hij me lief heeft, omdat hij me zegent. Het waren allemaal dat soort antwoorden. Maar heel veel van die antwoorden zijn eigenlijk dingen die ook een stiefvader of een pleegvader voor je kan doen. Of een buurman of een hele aardig ander manspersoon in je leven. Er is maar één ding wat iemand werkelijk tot je vader maakt. En dat is het feit dat hij je verwekt heeft. Amen. Ja. Dat is wat iemand tot vader maakt. En dat zie je dus ook in het natuurlijke. In het natuurlijke heb je een vader, dat is degene die jou verwekt heeft. Ja. En dat kan een vader zijn, in het natuurlijke, die voor de rest totaal niet deugt. Ik bedoel maar, die het als vader, om het in mijn ogen te zeggen, helemaal fout doet en verkeerd doet. En die geen aandacht voor je heeft en geen zorg voor je heeft of zo. Of je zelfs mishandelt of zelfs misbruikt of whatever. Al dat soort dingen, al dat soort vaders hebben wij in het natuurlijke. Hè? We hebben vaders die zeggen, nou, dat is een goede vader, die heeft veel zorg en veel aandacht en liefde voor zijn kinderen. En je vaders die hebben dat niet en dergelijke. Maar al die aspecten van zorg en zorgen voor en met je omgaan en dergelijke, dat zijn allemaal dingen die een andere man in je leven ook kan doen. Ja. Dat maakt niet iemand tot je vader. En wij zelf hebben pleegkinderen opgevoed en je kan ook een geadopteerd kind zijn. En dan kan iemand heel goed voor je zijn en alles voor je doen, maar het is nog steeds niet je vader. Ja. Dat proces zie je ook veel bij pleegkinderen en adoptiekinderen van, je kan er werkelijk instoppen wat je wil, ja. met heel je kunnen, maar je bent niet als hun eigen vader, hun verwekker, dat voor hen had gedaan, was dat anders als alles wat jij voor ze gedaan hebt. Dat is zo essentieel om te weten van, uit die persoon ben ik voortgekomen. Dat zie je ook bij programma's als Spoorloos en zo. En, waar mensen dan, vooral pleegkinderen, adoptiekinderen, op zoek, die willen gewoon weten wie mijn echte ouders zijn. Zelf, al is het, om maar een grof woord hier te gebruiken, een klootzak van de bovenste plank. Dan nog willen ze weten wie het is. Dan nog hebben ze nodig om vrede met zichzelf te krijgen en rust met zichzelf te krijgen, dat ze moeten weten wie mijn vader is. Of moeder. Of moeder, ja, maar ik beperk het nu even tot vaders. Hè. Moederschap is ook even om de link te leggen wat het betekent en wat de diepgang is dat God je vader is. En als dus hoe de vader zich gedraagt naar jou, dat bepaalt dus niet of hij je vader is of niet. Betekent ook als kind zijnde, hoe jij je gedraagt, bepaalt ook niet of je wel of niet zijn kind bent. Dus je kan een kind zijn wat ja, zich echt op zijn vader richt en zich naar zijn vader gedraagt, maar ook een kind dat in totale rebellie is en alles afzet tegen alles en nog wat en juist dat allemaal niet doet en niet wil en dergelijke en nog steeds ben jij zijn kind. Dat is iets wat je niet kan creëren, wat je niet kan veranderen, wat je niet kan wijzigen, waar je geen enkele variatie of in kan maken. Je kan hoog springen, je kan laag springen. Je kan naar de burgerlijke stand gaan en je achternaam veranderen. En niets verandert het feit dat deze persoon je vader is. En dat jij zijn kind bent. Dat is zo'n onverbrekelijke relatie. En dat is ook de reden, en dat is hier al genoemd. God is onze vader omdat hij ons verwekt heeft. Ja. Hij is je verwekker. Niet van je lichaam, maar van wie je werkelijk bent. In Johannes Evangelie, hoofdstuk 1, komen we dan ook die tekst tegen.
vanaf vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Griekse woord wat hier staat voor geboren zijn, betekent, als het wordt toegepast op een mannelijke persoon, betekent het verwekt. Als het wordt toegepast op een vrouwelijke persoon, betekent het gebaard. Dus één Grieks woord, en afhankelijk of het in de context van, en het is dan letterlijk, uit God geboren zijn. Oftewel, er is een, je kan ook zeggen, je zou kunnen zeggen door God geboren zijn, maar uit God geboren zijn, dat betekent dat je werkelijk gevormd bent uit een stukje van God. Dus je bent letterlijk verwekt uit een stukje van God. Net zoals je natuurlijke, als een man een vrouw bevrucht, wordt het kind verwekt uit een stukje van die man. Dat sperma van die man is gewoon een stukje van die man. Dus je wordt letterlijk uit die man verwekt. En uit de vrouw geboren, of gebaard, zeg maar. Even. Maar dus, je bent letterlijk, als je dus wederom geboren wordt, dan word je dus letterlijk uit een stukje van God verwekt. Oftewel, dat wat jij bent, is een wezenlijk iets van God. Dus de relatie die wij met God als vader hebben, is niet de relatie van een pleegkind. Het is niet de relatie van een stiefkind. Het is niet de relatie van een geadopteerd kind. Het is werkelijk de relatie van, je bent werkelijk door papa God verwekt. Ja. Dat betekent dat zelfs al zou God een slechte vader zijn, zou die een hardvochtige, strenge God zijn, bij wijze van spreken, die vooral op je fouten zit te letten. En dan nog, en je bent de kind van God, is hij je vader. Dat is onafhankelijk van hoe hij zich gedraagt naar jou toe. Dat bepaalt niet of hij je vader is. En op hetzelfde niveau ben jij zijn kind, onafhankelijk van hoe of jij je als zijn kind gedraagt. Dus je kan je gedragen als een heel slecht kind van God, maar je bent nog steeds een kind van God. Die relatie tussen jou en hem, op het moment dat je wedergeboren bent, die is onverbrekelijk en die staat voor eens en voor altijd vast. Dat wat jij werkelijk bent in jouw geest, is werkelijk een kind van God, verwekt uit een stukje van God. Dat heeft hetzelfde DNA van God. Dat betekent dat wie jij werkelijk bent, die is van datzelfde soort. Er staat zelfs letterlijk ergens in de Bijbel, wij zijn van zijn geslacht. Oftewel, wij zijn van zijn soort. En dat is een stuk identiteit. Dat is wie je werkelijk wezenlijk bent, wat onverbrekelijk is. Als je nog niet bent wedergeboren, dan ben je helemaal geen DNA van God? Niet op deze manier, in deze zin. Zeg maar, nee. Jouw geest is, als God, toen God zei tegen Adam en Eva, eet niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ja. Want op die dag zul je sterven. Ja. Hè, dat wat in jouw geest is, is niet uit God. Dat is dood, zegt de Bijbel. Dood in de zonde en de overtredingen. Efeziërs 2, vers 1 en 4 en zo. Is wederom geboren dopen? Nee, wederom geboren is op zich niet dopen. Alleen de mensen die wederom geboren worden, laten zich dopen. Oké, ja, dat is waar. Maar dat betekent niet wederom geboren is gewoon als je Jezus aanneemt, zeg maar. De Bijbel zegt dat letterlijk. Je bent wederom geboren als je werkelijk met je hele wezen gelooft wie Jezus Christus is. Dat hij de Zoon van God is, dat hij van God is uitgegaan en naar God is teruggegaan. We hebben het Johannes-evangelie ook verder doorgelezen. En
als je dan ziet, wat is precies het punt waarop de discipelen wederom geboren werden, dat zie je in vers 16 op het eind. Dat Jezus zegt, bijvoorbeeld vers 37, want de Vader zelf heeft u lief. Waarom? Omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dus als je het goed gaat analyseren, alleen daar gaat nu mijn preek niet over, dan zie je dat daar het moment van wedergeboorte is, dat opeens is dit het moment. Nu is dat kwartje definitief gevallen bij de discipelen. En dan zeg je, en dan sluit Jezus het hele gesprek en heel af. En dan zegt hij van vers 31 en hij antwoordde, gelooft u nu? Is na al die 3 jaar onderwijs, nu geloven jullie het. Nu is de tijd gekomen en nu gaat het allemaal gebeuren. En dan gaat hij het hoogpriesterlijke gebed van Johannes 17 bidden. En daar bevestigt dat steeds weer en steeds meer, zoals in vers Johannes 17 vers 21, omdat ze... Bijvoorbeeld vers 1, opdat ze allen één zullen zijn zoals uw vader en mij en ik en u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. Voortdurend gaat het accent op geloof wie Jezus is. En dat is iets bovennatuurlijks, want in de fysieke wereld heb je er geen enkel bewijs van. En van binnen weet je het met absolute zekerheid dat Jezus de Zoon van God is. Ja. Dat is bovennatuurlijk. Ja. En iedereen om je heen kan hoog of laag springen, maar dat staat voor je vast. Amen. Dat is het teken dat je wederop geboren bent. Dat je er niet meer omheen kunt. Ja. 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 Als je het goed gaat analyseren, is dat precies waar het gewoon op neerkomt. Ja. Maar ik wilde even naar 1 Petrus 1, vers 23... 1 Petrus 1 vers 23, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het leeft en eeuwig blijvende woord van God. Dus hier zie je van, hoe komt de wedergeboorte tot stand? Kijk, jij zegt ja, ik neem Jezus aan, ik geloof in Jezus. Maar er gebeurt iets bovennatuurlijks in jou wat door God gedaan wordt. Amen. Jij wordt door God verwekt. Dat geloof in Jezus Christus is iets wat God in jou doet. Amen. Dat is niet jouw prestatie, dat is niet jouw intellectuele besluit of overtuiging of... Er zijn sommige mensen die op een intellectuele redenerende manier tot die conclusie komen. En dan denken ze, ik heb het bedacht dat het zo is. En de volgende die langs komt zegt, ja, maar ik denk er anders over. Ja. Ja. Weet je, dat is niet wat er gebeurt. Er gebeurt iets heel bijzonders, op basis van misschien een heel stom woord, of wat helemaal niet logisch is en niet te beredeneren is, waardoor er opeens in jou die overtuiging komt, hij is de Zoon van God. Dat is een werk van God. Ja. Dat is de actie van God. Dat is het moment waarop... En dat is, je hebt verschillende keren in de Bijbel dat het woord zaad voorkomt. En het wordt soms vertaald. En soms is dat het Griekse woord spora. En soms is het letterlijk het Griekse woord sperma. Dus zowel spora als sperma zijn gewoon Griekse woorden voor zaad. Ja. He, wij spreken over, bij mensen en bij dieren spreken wij over sperma en bij planten, sommige planten spreken wij over spora. Maar dat hebben we gewoon uit het Grieks. Ja. En die woorden zijn zeg maar uitwisselbaar. Dus letterlijk kan je, eigenlijk zou je het kunnen zeggen van je bent opnieuw geboren of wederom geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk sperma van God. Dat geeft aan dat hij letterlijk je verwekt is. Wie jij bent, dan ben jij doordat jij door God verwekt bent. Daarom ben jij zijn kind. En dit lichaam, dit natuurlijke lichaam, dat heb je nog van je natuurlijke ouders gekregen. Maar de werkelijke jij, de werkelijkegene die jij bent... Is letterlijk een kind van God. En je kan dat gewoon niet letterlijk genoeg nemen. Dus
Bij mij begon dit kwartje deze week echt te vallen. En kwam echt het besef, ja, weet je, ik heb al die liedjes die we nu ook gezongen hebben, met mijn vader en vader God en weet ik veel wat allemaal. En ik kwam gewoon tot het besef dat het allemaal voor mij tot nu toe religieuze kreten zijn geweest. Ja. Je leert in de religieuze kring dat je God je vader noemt. Je leert in de religieuze kring, leer je liedjes zingen over je vader. Maar ik ben me gaan realiseren, hij is echt mijn vader. Ja. Ik heb een vader. En ik merkte dat er bij mij een complete identiteitsshift plaatsvond. Daarvoor was het, ja, vader God, weet je, maar wat houdt het in? Kijk, ik heb een jeugd gehad waarin ik heb een vader gehad die zijn uiterste best heeft gedaan en zo, en gewoon een goede man was en helemaal terecht een lintje van de koningin heeft gehad en weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb nooit een echte band, intieme relatie of band of met hem gehad of ontwikkeld. Wist ook niet wat dat was, wist ook niet hoe dat moest, hij ook niet. Ja. Hij ook niet. Ja. Weet je, dus ja, dat is dan je verzorger en... Hè, maar echt van, ik heb een vader, dat heb ik nu pas. Ja. Ik ben niet langer een weeskind. Ik ben niet langer, ik ben ook geen adoptiekind meer van God. Nee, nee. Hij is werkelijk mijn vader geworden. Amen. En ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Hè? En dan kom je nu pas. En dan kom ik nu na 29 jaar christendom kom ik er pas wezenlijk achter. Wow. Ja, dat kan. En ik heb altijd de termen gebruikt en erover gepraat en het over gepraat of zo, maar het is nu werkelijk bij me binnen. Het is gewoon realiteit, het is een feit. Ja. Ik ben zijn kind. Ik weet wel, het begon al wel een paar jaar geleden bij met de liedjes die jij begon te veranderen, die teksten. He, want het vader van voor ons is inderdaad, in heel veel teksten staat het is toch een beetje afstand, hè, God. Hè. En jij hebt allemaal toch die teksten mooi veranderd. Dus daar was de Heer al echt bezig om jou daarin te veranderen. Ja, maar veel van die teksten gaan eigenlijk allemaal over wat Hij voor ons gedaan heeft. Ja, precies. Ja. Ja. Het gaat over dat je vergeven bent en dat je gerechtvaardigd bent en dat je gezegend bent. En dat is allemaal wat Hij voor ons gedaan heeft. Ja. Okay. Daaruit zou moeten blijken dat Hij onze vader is, maar zo zit het feitelijk niet. Nee. Want dat zou ook iemand kunnen doen die niet je vader is. Ja, inderdaad. Dat is gewoon het grote punt. Ja. En wanneer je voortdurend je blik houdt op alles wat God voor je gedaan heeft, en het is dat Hij daarom je vader is, heb je niet dat werkelijke fundamentele gevoel, dat wezensidentiteit van ik ben een kind en ik heb een vader. Ja. En niet wat Hij voor mij heeft gedaan allemaal. Nee. Niet om wat Hij voor je gedaan heeft. Je bent werkelijk letterlijk door Hem verwekt. Ja, geestelijk. Ja, geestelijk. Ja, mooi dat je dat zo zegt. En als je in de natuurlijke kijkt, hoezeer kinderen verlangen naar een vader en een moeder. En die hun erkent en die hun bevestigt en die hun steunt. En gewoon, al is het maar van, ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij omdat je er bent. Weet je? En als pleegvader zijnde, probeer je dat ook aan je pleegkinderen te geven. En hoe hard je dat ook doet, het komt nooit essentieel binnen. Nee. Want je bent het niet. Ja. Nee. Je kan het blijven, en je kan ze alles geven wat ze nodig hebben in het leven. Je kan ze alles geven wat ze tekort komen. Maar alleen al het feit dat hun verwekker niet degene is die dat doet, zorgt voor een leegte en een gebrek en een probleem in hun leven. Ja, dat is waar. En waarom is het kwartje gevallen dan bij jou? Ja, weet ik ook niet waarom. Ja. omdat ik het zag in de Bijbel. En dat was eigenlijk de Heilige Geest, die stelde eigenlijk aan mij een vraag. Ja. Waarom is God je vader? En ik ging het antwoord opzoeken in de Bijbel. En de Heilige Geest maakte gewoon de schellen van mijn ogen open. Zo werkt dat ding. En
openbaar. Ik heb echt zo net het gevoel, het gaat nu pas beginnen. Mooi. Ja. En een aspect daarvan was, dat ga ik een mooie getuigenis van vertellen. Dus het was echt bij me doorgedrongen en die avond ging ik slapen en ik leg mijn hoofd op mijn kussen en ik heb van, oh, ik heb een vader. En ik leg mijn hoofd nu in de handen van mijn vader. Ik heb een vader. Wow. Ja, mijn natuurlijke vader is 2005 al overleden. Ja. Maar het is nu gewoon realiteit voor me. Ik heb een vader. Amen. Dus ik ging slapen. En ik werd de volgende ochtend wakker met een droom. Een heel interessante droom. Ik zal hem even vertellen. Maar ik liep ergens tussen Broek op Langendijk en Alkmaar in met onze dochter en kleindochter en met Ria en wat familieleden. En onze dochter zei, ik wil graag een piano hebben. En op het moment dat ze dat zei, komt er een piano zo rustig aangewenteld uit de lucht. En die piano daalt ze voor ons neer en daar staat de piano. Een hele goede piano, met geweldig geluid en het speelde heel erg lekker. En ik denk van, ja, dan moet ik die piano nou thuis krijgen. En ik kijk vooruit, ik zie daar een bosje en in het bosje staat een aanhanger met van die aluminium treetjes zo uitgeschoven, staat er beneden. En ik geef een duw tegen die piano en die schuift zo die aanhanger op. Oké, hij staat nu op het aanhanger, maar... Nu, en dan zie ik, er staat een trekker voor die aanhanger. Een hele oude verroeste trekker, helemaal onder de bladeren. En die motor was weggeroest en er zaten alleen maar bladeren in. En ja, hoe krijg ik dat ding aan de praat? En Ria gaat achter die trekker zitten en start en dat ding rijdt. En wat nu zo bijzonder aan die droom is... Tot nu toe werden altijd gekenmerkt dat ik in mijn dromen altijd moeite moest doen. Er was altijd het probleem dat die opgelost werd, of iets waar ik naar zocht of naartoe moest, en dat lukte niet, en dat lukte niet, en hier had ik strijd, en daar was ik. En dit was voor het eerst in mijn leven dat ik een droom had waarin ik geen enkele moeite had en geen enkel probleem had, en ik hoefde maar te denken en de oplossing was. En je hebt niks zelf gedaan in die droom. En ik heb niets zelf gedaan in die droom. Helemaal niks. Zelfs niet trekken gereden. Zelfs niet trekken gereden, ik heb niet hoeven start. Maar voor mij geeft dat uitdrukking naar zo'n wezensverandering in mij, dat gewoon zelfs mijn dromen veranderd zijn. Amen. En de moeite uit mijn dromen, en dat, ik merk het ook van, sinds ik me dit werkelijk besef, is de moeite en de strijd in mijn relatie met God is volkomen weg. Ja. Ik heb geen enkele strijd en geen enkele moeite meer in mijn relatie met God. Ja. Alle strijd is weg. Alle moeite is weg. Ja. Strijd om te vertrouwen of strijd om te geloven of op gewoon op alle vlakken. Heb ik helemaal geen moeite meer mee. Ja, halleluja. Want hij is mijn vader. Ja, zo is dat, zo is dat. En dat staat vast voor eens en voor altijd. En het wordt niet bepaald door wat hij doet of wat hij niet doet. Het wordt niet bepaald door wat ik doe of wat ik niet doe. Ja, ja. Het is werkelijk een wezensrelatie. Ja. Dat hij mijn vader is. Ja. En dat was hij altijd al. Alleen ik had het niet beseft. Ik had niet wezenlijk beseft wat het werkelijk inhield. Het was een filosofisch en theologisch concept voor mij. En geen realiteit. En nu is het geen filosofie meer, het is geen theologie meer, het is nu gewoon mijn realiteit. Het is een essentieel onderdeel van wie ik ben. Ja. Ik sta hier als iemand die een vader heeft. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Niet alleen voor jou. Niet alleen voor mij. Ik ben vader. Wij delen allemaal. Dat is wel, maar het besef. Ik ben ook vader. Ja. Ja. Jouw liefvader. En moeder, want hij is jullie waarheid. Het woord in waarheid. Ook, amen. Hij is meer als dat alleen. Maar ja. En als ik nu deze liedjes zing, zijn die liedjes over vader, God en zo, zijn totaal anders voor me. Ja. Dus ik heb er nu iets mee. Ja. Hoe ik ze ook zing, doet er niet toe, maar ze wekken ogenblikkelijk vreugde en blijdschap in mijn hart. Want het is realiteit voor me geworden. Het is geen theorie meer. Het is geen verre abstracte mogelijkheid. Het is gewoon een feit. Ja, dat is zo. Hij is mijn vader en ik ben zijn kind, want hij heeft mij verwekt. Dat is geen leugenaar, hè? God is geen leugenaar.
In Johannes 3, vers 9, er zijn eigenlijk zoveel teksten die gewoon dezezelfde gedachte proberen over te brengen. In Johannes, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 9. Daar staat er dus letterlijk, ieder die uit God geboren is. Ook hier heb je datzelfde begrip weer. Als het uit geboren zijn over een man gaat, betekent het verwekt. Dus iedereen die uit God verwekt is, doet de zonde niet, want zijn, en dan letterlijk het woord sperma, blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God verwekt is. Amen. Dat is eigenlijk wat daar letterlijk in het Grieks staat. Ja. Mag ik wat vragen? Ja. Betekent die tekst dan dat geen enkele christen? Nee. Betekent, de vraag is dus van, betekent dat dat, van dat een christen niet zondigt? En het grote probleem is dan van, als ik wel zondig, dan ben ik dus geen christen. Ja, precies. Eigenlijk staat er wel... Dan ben ik... Ja. Daar had natuurlijk wel vergeving ontvangen. Nee, maar het heeft ermee te maken. Je bent een kind van God in de geest. Ja? Jouw handelingen hier op aarde... Het is de bedoeling dat die allemaal bepaald worden door wie je bent in de geest. Maar de realiteit is dat die voor een deel bepaald worden door wie je nog bent in het vlees. Want jouw lichaam, jouw vlees is nog niet verlost. Dus in jouw ziel heb je zowel impulsen uit het vlees als impulsen uit de geest. En afhankelijk van op welke je reageert of door welke je gedomineerd bent, op basis daarvan handel je in deze wereld. Maar je kan de werkelijke jij die jij bent in de geest, en God kijkt naar je, naar wie je bent in de geest. God kijkt niet naar wie je bent in het vlees. Hij kijkt naar wie je bent in de geest. En die persoon, die zondigt niet. Die persoon die je in de geest bent, die doet nooit een zonde, die heeft geen zonde, die kent geen zonde, die droomt niet van zonde. Die moedigt je ook niet aan met zonde. Wij zijn personen, die zijn geest, ziel en lichaam. We bestaan uit drie delen. Dus op het moment dat je wedergeboren bent, krijg je altijd die tegenstelling tussen geest en vlees. Als je de Bijbel leest, zie je altijd de tegenstelling tussen geest en vlees. Het is of vlees, of het is geest. Je wandelt naar het vlees of je wandelt naar de geest. Dat is voortdurend de tegenstelling. En die strijd, die vindt plaats in je ziel. Jouw ziel moet heropgevoed worden. Jouw ziel moet getraind worden om te gaan denken in overeenstemming met de geest. En niet langer in overeenstemming met het vlees. Ja. Mijn lichaam, als het ware mijn nog niet verloste lichaam, is nog steeds uit mijn natuurlijke vader. Dat is op zich niet veranderd. He? Dat verandert op het moment van de wederkomst van Jezus en ik het onvergankelijke lichaam verander. Maar dit lichaam is nog steeds een natuurlijk lichaam uit een natuurlijke vader. Dus dit lichaam heeft een identiteit die bepaald wordt door mijn natuurlijke vader. Maar de werkelijke ik die ik ben in mijn geest, die wordt bepaald door mijn geestelijke vader. En dat is God. Nou... Mijn ziel kan nog steeds, zeg maar, de impulsen van het vlees volgen en zondig dan. Want alles wat vleeselijk is, is zondig. Dus, en ik moet leren, zeg maar, de dingen in mijn ziel onderscheiden. Wat is van het vlees en wat is van de geest? Dus een christen die zondigt, die handelt niet naar wie hij werkelijk is. Maar die handelt in overeenstemming met zijn vlees. Het gaat nooit samen? Nee. Als je goede werk hebt, gaat het toch samen? Nee, nee. Want ik heb net uitgelegd. Ik ben zijn kind, ongeacht of ik me zo gedraag. Kijk, in het natuurlijke ben ik een kind van de familie Vossen. De familie Vossen heeft een bepaald cultuurtje. Komt voort uit vader Vossen. En vader Vossen heeft dan 10 kinderen verwekt. En die zijn alle 10 totaal verschillend.
En bij sommigen zie je van die gedragen zich in hun reactie en hun manier van reageren precies als vader. Dus dan kan je echt zeggen, ook aan hun gedrag zien van, ja, dat is echt een kind van hem. Ik ben meer van moederskant, zeg maar. Zowel uiterlijk als ja, als je mijn ooms ziet van moederskant, denk je van, dat is krek, dat is precies. Ik heb een broer die lijkt zoveel op me dat ik, als ik zelf op een film naar me kijk, dan denk ik, daar staat mijn broer. Zo is die identiteit. Van, maar of ik me nu wel net als mijn andere broer net zo gedraag als mijn vader, maakt niet uit of hij mijn vader is. Hij is nog steeds mijn vader. Dus een wedergeboren christen die zich niet gedraagt als een kind van God, is nog steeds een kind van God. Alleen je moet, het is, en dat wil je ook, als je wederom geboren bent, wil je niks anders. Verlang je ernaar om je te gedragen en te denken en te doen in overeenstemming met wie God is. En voordat je een kind van God bent, kijk, echt, mensen die echt van die getrainde, geoefende, doorgerotte zondaars zijn als ik in hun leven, worden ze tot wedergeboren komen, denken, me gedragen als God, amme hoela. En totaal geen behoefte aan. Ik weet nog dat ik vroeger in een popbandje speelde, seks, drugs en rock'n'roll. En dan waren de andere muzikanten die waren aan het opscheppen hoeveel meisjes dat jaar mee in bed hadden gelegen. En het enige wat ik dacht was dat ik jaloers was dat ik dat niet had. En nu moet ik schaam me zelfs voor bij alleen maar het idee toe te laten. Snap je? Dat is de verandering die in mij is gekomen. Ik zou het niet eens meer willen. Ik wil het ook niet meer willen. Dat is heel bijzonder. Dat. Dus christenen kunnen zich gedragen niet als een kind van God. Als een christen zonder gedraagt hij zich niet naar wat hij is. Maar in je geest, de werkelijke die hij is, zondigt hij niet. En kan die dat ook niet. Want er is geen enkel verlangen naar zonde in de geest van een wedergeboren christen. Zeg maar, in de geest van een niet wedergeboren persoon is eigenlijk alleen maar verlangen naar zonde. Dat is waarom Efezebrief zegt, jullie waren van nature kinderen des torens. Of kinderen van de duivel. Mag ik dat vragen? Ja. Hoe kan het, zeg maar, als je dan, zeg maar, gedoopt bent en dat je dan daarna nog steeds zondig leven hebt gehad? Omdat je niet geleerd hebt, niet onderwezen bent, niet opgevoed, opgegroeid bent in de identiteit van het kind van God zijn. En het probleem is van, op een gegeven moment wordt je dan verteld, je hoort je zo te gedragen, je hoort je te gedragen als een kind van God, maar je voelt je geen kind van God. Die identiteit is niet kind van God. En dat betekent, dan probeer je als het ware je te gedragen naar wat je zou moeten zijn, terwijl je je van binnen niet zo voelt. En dan wordt het proberen het doorwerken en door karakter en inzet en toewijding, en probeer je dat te bereiken. En dat hou je dus nooit vol. Dat doe je uit eigen kracht en vroeg of laat faalt jouw eigen kracht. Vroeg of laat is jouw eigen kracht niet voldoende. En dan val je terug naar handelen in wie je eigenlijk denkt dat je bent. Ja, ik ben benieuwd. Ja, het is denk ik geen wel of niet. Het is meer gewoon, je bent een niveau dieper gegaan. Ja, precies. Het besef is dieper. Ja, en het is nu gezakt op een niveau waarin het werkelijk mijn wezen bepaalt. En ik wil wel alleen even zeggen dat sinds ik van Rosita heb gehoord dat ik een geliefd kind van God de Vader ben en dat helemaal niks anders stelt, dat ik dat op een gegeven moment wel kon geloven, dat eigenlijk mij heeft veranderd. Ja, ja. En dat vind ik heel mooi, want dat was die vraag daarvoor dat ik natuurlijk zei van, hoe kan dat dan van dat dopen? Want ik was natuurlijk gedoopt en ik had Jezus aangenomen, maar ik bleef me altijd zondigen. Ja. Maar pas toen ik dat eigenlijk kon geloven, dat ik echt een geliefd kind, dat helemaal niet uitmaakt wat ik heb gedaan of hoe ik doe. En ik heb eigenlijk ook nog nooit gehoord over dat God ons, zeg maar, ziet
In de geest. Nee, dat vind ik zo een openbaring. Ja. Dat vind ik geweldig. Halleluja. Ja. Maar het is zo waar. Het is natuurlijk, of je het nou wel ervaart of niet ervaart, of niet ervaart of wel ervaart. Het is gewoon zo. Ja. Amen. Het is niet dat we daar iets moeten van. Ook vaak voel je het ook niet. Ik kon het nooit geloven. Ja, toen Roos het mij ging vertellen, kon ik dat geloven. Ja, maar het is wel de bedoeling dat we het gaan ervaren. Ja, voor jezelf is het natuurlijk heel prettig. Ik ben nog steeds heel dankbaar om mij. Wat eigenlijk moet gebeuren is, het moet zo tot je ziel doordringen, dat je ziel zijn identiteit erin vestigt. En identiteit is alles. Uit identiteit, waar je mee identificeert, komt alle gedrag uit voort. Ja. Dat is dus het probleem. En dat is ook de discussie waarin de hele stroming zeg maar, van het genadeonderwijs, die legt de nadruk op, weet wie je bent in Christus. En het gedrag komt daaruit voort. Ja. Terwijl wat we dan de wettische stroming noemen, die zegt van, gedraag je zo. Je hoort je zo te gedragen en pas als je dat volmaakt doet, kan je pas zeggen dat je het bent. Maar dat is een onmogelijke iets, dat kan je niet halen. Dat kan je niet. Zou ik zelf gewoon zeggen, we gaan heel lang in de garage staan, dan hebben we zelf een auto. Nou. Kijk, een mooi verhaal. Kijk, op het moment dat jij zou weten, ik ben een kind van Willem-Alexander, ga je heel anders gedragen en heel anders in het leven staan, als dat je denkt, ik ben een kind van die en die, en je denkt heel laag over die persoon uit wie je voortgekomen bent. Ja. Komt hier gauw koets, kom je voorheen. Want je gedrag zal zijn in overeenstemming met de identiteit wie je bent. Dus zolang je nog identificeert met je natuurlijke ouders, zal je gedrag en je cultuur bepaald worden omdat je denkt van, dat is wezenlijk wie ik ben. Ja. Ik vond het heel mooi toen Prins Bernhard overleed. Keek op de televisie en zo, en dan zag je Paleis Hoesdijk en zo. En er kwamen allemaal burgers, die kwamen allemaal om de koninklijke familie te condoleren. En met bloemen en kaarten en deelneming en dergelijke. En de marechaussee die nam dat gewoon vriendelijk in ontvangst allemaal, maar door de poort kwamen ze niet. En dat waren mensen die oprecht hielden van de koninklijke familie en van Prins Bernhard en dergelijke. En echt meeleefden en dergelijke, maar ze kwamen niet bij de poort. Ja. En toen kwamen de zonen aan. Die reden. Ja, wat is het gedrag van de marechaussee dan? Poort open. Ja. De autodeur open houden. De voordeur open doen voor ze. Ja. Ik bedoel maar, als je dan denkt, die marechaussee, dat zijn de engelen van God, dat zijn de dienaren van God. En al hou je nog zoveel van God, al ben je nog zo, op het moment dat je alleen nog maar dat je niet het besef hebt, je bent wezenlijk van de familie, kom je niet verder als de poort. Ja. In je relatie ook met hem. En ook al is, als je dan God als de koning ziet, en is hij helemaal een goede koning en een fantastische koning en houdt van al zijn onderdanen en heeft iedereen lief die tot zijn koninkrijk behoort en doet goede dingen voor ze en zegenen. Het is iets fundamenteels anders als zijn zonen komen. Ja. En dan heb je hebt er ook zonen bij die zich in hun leven niet bepaald altijd prinselijk gedragen. Ja. Om het maar even, als je de roddelbladen goed had bijgehouden. Nee, ik lees ze ook niet. Maar, dus of ze zich prinselijk gedragen, bepaalt niet of ze een zoon van de koning zijn. Nee. Ik vind dat wel, dan moet ik denken aan de verloren zoon, hè? Dat hij terugkeert naar zijn vader en dat de mantel wordt omgeslagen. Hij krijgt mooie nieuwe koninklijke schoenen in plaats van die sandaaltjes. Ja. En hij wordt helemaal bekleed. Hij nam dat ook aan, hè, die zoon weer. Hij is teruggekomen. Ja. Maar dan heb je ook weer die broer. Die kijkt ook wel een beetje met afgunst ernaar. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld, denk ik. Ja, dat is een fantastisch voorbeeld. Jezus zegt die gelijkenis ook niet. Ja. Maar je ziet dat allebei de zonen, zowel de jongste als de oudste, hebben niet werkelijk de identiteit van het zoonschap. Nee. Want de jongste komt terug en zegt, ik ben niet waardig om uw zoon te zijn, maar maak mij tot een van uw dienstknecht. Oh ja, dat zei je ook. Dus die wil helemaal niet in die relatie komen. Ja.
Die wil alleen maar eten. Zijn probleem opgelost hebben. Ja, je bent gelijk dan. Ja, en die weet ergens in zijn hoofd, ja, mijn vader is zo iemand die zorgt voor iedereen goed. Ja. Zelfs de minste bediende wordt goed verzorgd. Ja, ja. Weet je, dat is besef van, ja, God houdt van je, God zorgt voor je, God zegent je voor je. Ja. Op dat niveau. God is er om mijn problemen op te lossen. Ja, zou dat besef niet. Neem Jezus aan en dat komt goed in je leven en dat komt goed in je leven. Ja, als hij doet, ja. Als je zegt, ga naar het juridisch loket en die doen het voor je, ga daarheen. En als je zegt, ga naar Jezus en die doet het voor je, ga daarheen. Ja, inderdaad. Weet je, what's the difference? Dan zit je nog steeds niet in de identiteit van het zoonschap. Ja, ja. Maar de vader behandelt hem wel als een zoon. En in het hart van de vader is hij altijd zijn zoon gebleven. Hoe hij zich ook gedroeg. Absoluut, ja. Dan komt die oudste zoon en die is jaloers, omdat de vader die jongste zoon nog steeds als zoon behandelt. Amen. En in plaats van dat hij er blij mee is dat zijn broer terug is, gaat hij zijn vader op zijn vader afgeven van, u hebt me nog nooit dit gegeven en nog nooit dat gegeven en nog nooit zus gegeven. En dan zegt die vader, je had alles, alles wat van mij was, is van jou, want je bent mijn zoon. Amen. Amen. Had je een bokje nodig, neem het. Van hem. Neem er 10 als je ze nodig hebt. Ze zijn allemaal van jou. Halleluja, alles is van hem. Halleluja. Maar zou een van de bedienden een bokje of zelfs maar een bok kapot gepakt hebben, vliegt hij eruit. Ja. Dat is het verschil. En dus die, ook die oudste zoon had niet de identiteit wat het betekent om een zoon van de vader te zijn. En ook hem benadert de vader als, jij bent mijn zoon. Dus de houding van de vader is naar allebei de zonen exact hetzelfde. Het zijn voor eens en voor altijd zijn kinderen, hij ziet ze zo, hij beschouwt ze zo. Maar die zonen zelf beseften niet, leefden niet in de identiteit van wat dat betekende. Is dat het stukje van hun heeft hij macht gegeven om kinderen het gods te worden? Dat stukje, het stukje besef, om zo te zeggen. Ja. Ja, dat is dat. Helemaal goed. Ik heb wel eens mee lopen worstelen. Hun heeft haar macht gegeven om kinderen van God. Ik denk, maar we zijn nog kinderen. Dus, maar dat is dus het besef dat je kind Gods bent. Ja, en dat je je dus zo mag gaan gedragen. Ja. Dat je je zo mag voelen. Ja. Dat alles wat van God is, is van jou. En wat van jou is, is van God. Ja. En wat is die macht dan? Dat is, betekent het recht eigenlijk. Het recht. Oh, oké. Okay. Exousia. Je hebt het gezag gekregen. Okay. Kijk, ik kan jou de sleutel van dit pand geven. En zeg van, ik geef jou het recht om hier te zijn en te doen wat je wil. Dat recht heb je. Maar als jij altijd ergens anders blijft en nooit naar binnen gaat, gebruik je niet het recht wat je hebt. Als je nooit naar binnen gaat en nooit iets doet hier, gebruik je niet het recht wat je gegeven is. Maar ik geef je het recht. Dus al die hem aangenomen hebben het recht gekregen zich een kind van God te voelen, zich een kind van God te weten en zich ernaar te gedragen. Alleen het wordt je niet opgedrongen. Maar als jij zegt van, alles is van God, alles van God is van mij en alles van mij is van God, dan loop ik dus tegen dat probleem aan van dat hele rentmeesterschap denken, zeg maar. Ik heb daar moeite mee gekregen, juist omdat ik geloof dat God mijn vader is en dat alles wat van hem is, is van mij en alles wat van mij is, is van hem. Dus dat hele idee van die rentmeester, weet je wel, met name dan met financiën en dat soort dingen. Ik heb daar toch wel een beetje moeite mee. Ik, ja. Ik denk dat dat... Alles is van God en alles van God is van mij. Amen. Halleluja. Ik krijg er zoveel openbaring over in de afgelopen tijd. En ik vind dat heel fijn. Omdat het je hebt gewoon een geef of zo. Ja, nee. Dat... ja. Ja. Maar dat is, als alles van God is, dan waarom zou ik dat dan niet doen? Het is vanuit die identiteit dat je geeft. En dat is waar ik echt vrij van ben geworden. Ik voel echt zoveel rust. Er is echt, sinds we dat woord naar ons toegekregen hebben, voel ik gewoon rust over mijn financiën. Die ik daarvoor niet heb gehad. Ja. En dat is niet omdat ik het moet doen. Maar dat is omdat ik het in vertrouwen doe. En zeg van, Heer, het is van u. Alles is van u. En dat is meer om niet om God. God heeft mijn geld niet nodig. Maar dat is meer om mijzelf vrij te maken van dat ik geld nodig heb.
Ik heb dat niet nodig. Nee. Maar dat is een beetje zoek in het koninkrijk God en dat zal je gegeven worden. Ja. Maar hoe kun je nou zeggen, alles van God is van mij? Want hij is de baas over alles, zeg maar, het hele rol. Ja. Dat zijn we toch niet? Heb je het begrip erfgenaam wel eens gehoord? Ja. Wat is een erfgenaam? Ja, als hij overlijdt, maar God overlijdt niet. Ja, joh, hij is overleden. Wel erfgenaam. Jezus is gestorven. Ja, maar dat betekent niet dat we nu de macht hebben over het hele rol en alles. Nou, dat zou ik. Ik denk dat het daar heel dichtbij komt. We hebben veel meer gezag dan dat wij beseffen. Ja. En hoe laat je dat dan zien? Want dan kun je alle oorlogen stoppen, dan kun je. Het zijn andere mensen. Ieder mens heeft wel zijn eigen keuze. Niet iedereen leeft zoals God het wil, zeg maar. En naar dit idee, zeg maar. Maar wij als mensen hebben zoveel gezag. Wij zijn in theorie in staat om alle oorlogen te stoppen, zelfs alle natuurrampen. Ja. Om daar een eind aan te maken. Als wij dat met z'n allen zouden willen en zouden kiezen, was dat helemaal opgelost. Dat probleem. Het probleem is, er is ook nog een duivel en er zijn nog een heleboel mensen die meewerken, die liever meewerken met de duivel. Ja, maar dan hebben wij die macht dus niet. Jawel, die macht hebben we wel, alleen er is nog een andere macht. Ja, we zeker dat mag. Dus het is oorlog. Maar dan hebben we wel autoriteit over zeker in Jezus. Ja, dan kunnen we. Om alles te stoppen. Ja, we hebben autoriteit over de demonen en over de geestelijke wereld. Maar we hebben niet in die zin overheersende autoriteit over de mensen die meewerken met de duivel. Dat is wij kunnen niet andere mensen verhinderen dat zij met de duivel meewerken en met de duivel meegaan. Dat gezag hebben wij niet over elkaar. Maar God wel, toch? Nee, God gebruikt dat dus niet. Hij heeft de macht wel, maar heeft de macht overgegeven aan de mensen op deze aarde. God heeft dat overgegeven aan de mensen. We hebben vrije keuze. Staat letterlijk in de psalm, de hemel is van God en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, omdat zij heerschappij uitoefenen over deze aarde. Vanaf dat moment hadden de mensen heerschappij op aarde. Dat was ook waarom Jezus, waarom God mens moest worden. Ja. Om als mens kon hij zeggen, mij is gegeven de heerschappij over de aarde. Als God kon hij zeggen, mij is gegeven de heerschappij over de hemel. Dus toen hij volledig mens en volledig God was, zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en onder de aarde. Amen. Dat kon hij alleen maar zeggen, omdat hij en mens was, en God was. Ja. Maar in het paradijs dat Adam en Eva de heerschappij kregen, dat was in volmaakte toestand. Dat hebben we niet. Nee, dat komt omdat Adam en Eva zo stom waren van die boom te eten. Maar God heeft de autoriteit niet ingetrokken. Nee, toen Jezus naar de hemel ging, zei hij, nou moeten jullie het doen, mijn naam in Marcus 16. Dus nou, dat was die vrije wil eigenlijk. Dat was de vrije wil. En die hebben we nog steeds. Nee, die vrije wil hebben we tot. Wij kunnen nog steeds kiezen vandaag de dag wie we gaan dienen. God of de duivel. Ik wil altijd God blijven dienen. De geest of het vlees. Elke dag. Maar voordat we het over andere mensen gaan hebben en alles wat er is, weet je, laten we eerst proberen zelf te wandelen naar wie we zijn in Christus. Ja, dat is God. En dat begint met een volledige besef van de identiteit van wie je bent. En voor mij is het totale besef, ik ben zijn kind en hij is mijn vader, heeft mij rust gegeven. Het heeft mij volledig in de rust gebracht, ongeacht of ik me daarnaar gedraag of dat ik me niet naar gedraag. Ongeacht of hij zich zo gedraagt of zich niet zo gedraagt in mijn oog. In mijn besef. Yes. Hij is mijn vader, ik ben zijn kind. Dat staat gewoon vast. Amen. Dat is eeuwig en onveranderlijk en niets en niemand kan daar nog aan tornen en kan daar nog een kippenpoot aan veranderen. Inclusief ikzelf niet. Hoe je echt allemaal. Ja. Nou wil ik me heel graag gedragen als een zoon van God. Maar ik heb nu, ik merk ook, ik heb ook nu veel meer belangstelling gekregen van. Wat is mijn vader eigenlijk mee bezig? Juist, dat je niet altijd wil ontvangen. Hoe doet hij het eigenlijk? Ik ben een tijdje van God weg. Ik heb veel meer interesse gekregen in wat hij doet en waar hij mee bezig is en hoe hij het doet, nu ik zijn kind ben, als toen ik eigenlijk nog de identiteit had van ik wil zijn dienaar zijn, ik wil zijn slaaf zijn, ik wil zijn toegewijde dienaar zijn. Amen. Dan is
altijd een afstand, dan is er altijd een grens. En de Bijbel zegt ook, de slaaf of de dienaar blijft niet eeuwig in het huis. Maar de zoon blijft voor eeuwig. Ja. Amen. En voor altijd onveranderlijk. Amen. Ik hoop dat ik een beetje iets heb kunnen overbrengen. Zeker, ja. En dat, dat je echt in het besef gedenkt, ik ben, dat je dat besef helemaal laat dalen. Ik ben door God verwekt. Ja. Ik ben letterlijk zijn kind. Ik ben door hem verwekt. Wat in mij gebeurd is, wat in mij heeft plaatsgevonden, is echt een kwestie van een verwekker. Ja. En daardoor ben ik een kind van God geworden. Amen. Amen.